Van 2 tot 6 graden noorderbreedte. Van 54 tot 58 graden westerlengte. Tussen het blauw van de Atlantische Oceaan en het ontoegankelijke Tumukhumak-gebergte, dat de waterscheiding vormt met het Amazonebekken. Gevat door de brede waterstromingen der Corantijn en Marowijnen die ons van Brits en Frans Guyana scheiden. Rijk aan ontzaglijke bossen, waar de groenhart, de barklak, de kankantrie en de kostbare bruinhart groeien. Rijk aan brede rivieren, waar reiger, wiswissies, ibissen en flamingo's hun broedplaatsen vinden. Rijk aan natuurlijke schatten, aan goud en bauxiet, aan rubber, banaan en koffie. Arme mensen, armer aan menselijkheid, Sranang, mijn vaderland. Suriname, zoals de Hollanders het noemen. Nederlands 12e en rijkste. Nee, Nederlands armste provincie. Welkom. Wij zijn Sir Duke. Dit is Gary Mendes, Francesca Pichel. Sir Duke bestaat ook nog uit Nita Kersten, Esther Duisker en mijn naam is Dionne Verwij. Theater naar de Dam, dat is een festival die zich bezighoudt met de Tweede Wereldoorlog, heeft ons Sir Duke gevraagd om een vervolg te maken op een onderzoek wat wij vorig jaar zijn gestart. Toen nog getiteld Anton en Anton. Inmiddels uitgegroeid tot Hatta en de Kop. Mohammed Hatta, vrijheidsstrijder die zorgde voor de onafhankelijkheid van Indonesië. En Anton de Kop, die hoef ik niet uit te leggen toch. Dus één Anton eraf en een Mohammed erbij. Ja. 4 weken lang hebben wij ons gebogen over de geschiedenis van, geschiedenis van deze twee belangrijke heren. Zijn we de archieven ingedoken en hebben we alles in de welbekende snelkooppan omgetoverd tot wat u vanavond hier gaat zien. Theater naar de Dam vertelt 100 verhalen. 100. En zelfs daarmee wordt maar een flartje, een stukje van de geschiedenis verteld. Kijk, het was weliswaar een wereldoorlog, maar zo'n kerst, hè? Kijk, iedereen deed mee. Iedereen deed mee. En Nederland had vertakking over de hele wereld. Onze samenleving heeft lange wortels. Overzeese wortels. Overzeese wortels. Mm-hmm. Maar vanavond zijn wij hier. Met z'n allen in de baan. Vind ik fijn. Even zeggen. Welkom. Welkom. We zijn hier om vanavond samen met u een deel van deze gedeelde geschiedenis van onze overzeese wortels te ontleden, te belichten. Onze verbinding met de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel verhalen, zoveel verhalen, maar niet iedereen kent ze. Ik ben opgegroeid in mijn jeugd met verhalen die niet compleet zijn. Geschiedenisboeken incompleet. Als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, dan ken ik mijn feiten. Jodenhaat, Hitler, Anne Frank, allemaal algemeen bekend. Als het over de Gouden Eeuw ging, kreeg ik op school vooral te horen over de glorietijden van de VOC en de WIC. Over de nieuwe handelswaar die verscheept werd en ons rijkdom bracht. Specerijen, tabak, suiker, koffie, mensen. Mijn grootouders die komen uit Indonesië. En het houdt me echt bezig hoe goud die eeuw voor hun familie geweest moet zijn. Daar wordt trouwens in mijn familie nooit over gesproken. De Gouden Eeuw met een rauw randje waarover je zwijgt. Dat randje wat liever weggepoetst wordt. Vergeet. Anton de Kom. Als kind wisten wij alles van Michiel de Ruiter. Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedonderwijs. Waarbij enkel de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Anton. 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 Anton.
en pasir. Goedenavond, welkom allemaal. U zag net een fragment uit de voorstelling Hatta en de Kom, die Orkater Sir Duke maakte speciaal voor Theater Na de Dam. En u zag Dionne Verwij, Francesca Pigel en Gary Mendes. We zijn iets te laat begonnen en dat kwam omdat we wachten op Sylvana Simons. Die zou hier eigenlijk moeten zijn, maar die is er nog niet. En ik weet niet zo heel goed wat er gebeurd is. Mag ik iets meer licht in de zaal, want dan kan ik ook... De mensen zien jullie zitten heel erg in het donker voor mij. Bedankt. Wat we gaan doen is, Karin Amat-Moukrim, die zo dadelijk een prachtige lezing voor u heeft, gaat die toch voorlezen. En Cindy Kersenborn is zo aardig om, mocht mevrouw Simons er nog niet zijn, zo dadelijk in te stappen. En ik ga dan nu gewoon proberen mijn inleiding te geven. En laten we doen alsof het er allemaal bij hoort. Als u dat oké vindt. We praten vandaag, het is vandaag de tweede aflevering in een serie Publieke Intellectuelen. En die serie, is dus het begin van die serie. En hij is eigenlijk begonnen vanuit het idee dat mensen zeggen soms van... Goh, we leven in de jaren 30 van de vorige eeuw. Onze tijd lijkt daarop. En toen dacht ik, misschien moeten we... als we dat denken, terug naar de ideeën die ons toen verbaasd of geïnspireerd hebben en die ons nu ook nog iets kunnen vertellen. En daarom onderzoeken we in deze serie eigenlijk ideeën uit de eerste helft van de 20e eeuw met intellectuelen van nu, dus met schrijvers en denkers en politici. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds en het Lira-fonds. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben dus programmamaker in de Bali. En dan heb ik zo ongeveer wel alles verteld voor nu. Als u vragen heeft, dan kan dat. Dan kom ik naar u toe met de microfoon, want de avond wordt live gestreamd. En wat moet ik verder nog vertellen? Niks, ik ga Karin Amat-Moukrim aan u voorstellen. Ze is schrijver van romans, korte verhalen, essays en columns. Betrokken bij de Correspondent als correspondent voor Zwegen Geschiedenis. Ze werkt aan de geschiedenis van Suriname en die verschijnt in 2023. Ze schreef onder andere de romans Het Gym. Althans, dat is de planning, las ik op internet. De Man van Veel schreef ze, een boek over Anton de Kom. En Tenzij de Vader. En ze is momenteel ook nog aan het promoveren. En ze schrijft een proefschrift in de vorm van een biografie over Anil Ramdas. Geef haar graag een heel warm applaus. Waar moet ik heen? Hier? Doe ik het tegen mij, Esther. Ja. Het wordt een hele warrige avond vandaag, jongens. Volgens mij is dat best wel duidelijk al inmiddels. Het niet drukken. Mijn essay heet De zonen van een ander volk. Vorige week sprak ik een voorman van de Marokkaans-Nederlandse burgerrechtenbeweging. Hij was al sinds de vroege jaren 70 actief in het verzet tegen de uitbuiting van gastarbeiders en migranten. En ik vroeg hem over het activisme van toen en wat het verschil is met onze huidige tijd. En hij antwoordde, dat er vroeger eenvoudigweg meer solidariteit was. Wie toen streed voor de rechten van de Caribische Nederlander, streed ook voor die van de Turk. Wie streed tegen discriminatie tegen Marokkanen, verzette zich tegen discriminatie tegen homoseksuelen. Tegenwoordig, zei hij, is het ieder voor zich. De vervolmaking van het individuele geluk als ultiem doel. En dat terwijl, in zijn ogen, wanneer je je hart maakt voor gelijke rechten,
het niet anders kan dan dat je bedoelt, gelijkheid voor iedereen. Zijn woorden herinnerden me aan Anton de Kom. De Kom was een schrijver en een activist die uitging van de overtuiging dat geen mens minder waardig was aan een ander. Hij verstond een soort solidariteit die we soms inderdaad lijken te zijn vergeten. Een overtuiging waarin het persoonlijke, het superindividuele, ondergeschikt is aan het grotere, aan het collectieve. Ik denk dat we in onze postume waardering van Anton de Kom te gemakkelijk meegaan in de aansprekende ideeën waar hij voor stond, in zijn levensverhaal dat leest als een film, en dat we heel makkelijk de man die ons mooi en waardig vanaf zijn portret aankijkt, bewonderen, zonder werkelijk tot ons te laten doordringen wat er op het spel stond toen hij zijn ideeën verdedigde. En wat het betekent als het hele concrete, het fysieke lichaam, het persoonlijke en het individuele op het spel worden gezet voor zoiets ontastbaars als een betere wereld. Ik denk dat het belangrijk is om dat nu tot ons te laten doordringen, omdat er ook nu onder onze ogen mensen zijn die zichzelf op het spel zetten voor een beter idee van ons. Toen de Kom zich in de jaren 20 in Nederland vestigde, had hij waarschijnlijk met het ordinaire bestaan al genoeg aan zijn hoofd. Ook hij zag zich geconfronteerd met het dagelijks leven, waardoor u en ik vaak opgeslokt worden met werk en een gezin, met de zorg voor kinderen, een dak boven het hoofd, eten kopen, kleren, cadeautjes, verjaardagen, de kleintjes helpen als ze naar bed gaan, voor te lezen, de groten te helpen met hun huiswerk, vriendschappen te onderhouden, sportclubs bezoeken, vrijen met je vrouw, huwelijk leuk houden, soms een avondje uit dansen. En daar komt bij, hij was een trotse zwarte man in een heel ver en wit land. De kinderen die hij had, moest hij een zelfbewustzijn meegeven, nog meer dan andere ouders, want zijn kinderen waren bruin. En die moest hij sterk maken en voorbereiden op hun toekomst. Zelfvertrouwen, zodat ze niet gepest zouden worden. En dan was er nog die brandende ambitie om te schrijven, om gepubliceerd te raken, om gelezen te worden. Liefde, familie, werk. De meeste van ons hebben onze handen hier al vol aan, als we eerlijk zijn. Ik twijfel er niet aan dat het persoonlijke leven van Anton de Kom veel eisend genoeg was om zich niet per se druk te willen maken over andere zaken die niet de zijne waren. Maar het probleem was dat zijn moeder hem had geleerd om zich te bekommeren om anderen. En dat het in zijn karakter lag om dat ook te doen. Er was zoveel onrecht in de wereld, zo overweldigend veel, dat hij niet anders kon dan het zich aantrekken. In het Nederland van de jaren 30 las de Kom over de mislukte anticoloniale opstanden in Batavia en in Sumatra en over het wrede afstraffen van de revolutionairen door het Nederlandse gezag, resulterend in het oprichten van strafkamp boven Digul. Hij leerde over het onrecht en het geweld tegen zwarte Amerikanen, culminerend in rechtszaken als de bizarre Scottsboro-zaak tegen 9 zwarte tieners die na valse beschuldigingen door een volledig witte jury tot de doodstraf werden veroordeeld. Hij kreeg bericht uit Suriname over de Javaanse contractarbeiders die vaak analfabeet verstrikt waren geraakt in sluwe contracten, waarbij kosten als ziekenzorg, eten, huur en uitzinnige boetes werden opgenomen als schuld, met als resultaat dat de arbeiders nauwelijks boven het bestaansminimum kwamen. Zoveel onrecht, overal, zoveel haat en zoveel onwetendheid. Dus hij verzette zich. Schreef artikelen, gaf lezingen, ging langs scholen om kinderen de wereld te leren begrijpen, omdat hij ervan overtuigd was dat kennis van de geschiedenis noodzakelijk was voor een wederzijds begrip. Vertrok met zijn gezin naar Suriname in de hoop daar iets voor de mensen te kunnen doen. Hij opende een adviesbureau waar zij die zonder stem waren zich konden laten horen. Het is, schreef hij, alsof iemand plotseling aan mijn hart geklopt heeft. Wat zul je doen om de ellende van je volk te verzachten? We kennen allemaal zijn magistrale pamflet, Wij slaven van Suriname. Het was een aanklacht tegen onderdrukking in de vorm van de eerste historische blik op Suriname vanuit het oogpunt van de Surinamer zelf. Een manier om de vanzelfsprekende visie van de kolonisator in twijfel te trekken.
Maar het boek was ook, denk ik, een zoektocht naar antwoorden op de vraag waarom hij hier was. Wat het doel was van zijn eigen individuele leven, van de mens Anton de Kom. En het antwoord was misschien dat hij moest tonen aan zijn medemens dat er hoop en moed voort kon komen uit een idee van verbondenheid. Dat, zoals hij zelf schreef, slechts de solidariteit alle zonen van moeder Sranang kan verenigen in hun strijd voor een menswaardig leven. Hij voelde sterk dat hij een sociale verantwoordelijkheid had waarvan hij onmogelijk weg kon lopen omdat hij daarmee ook van zichzelf zou wegraken. Zo sterk was die overtuiging, kennelijk, dat hij niet anders kon dan doorgaan waar anderen wellicht waren gestopt. Ik heb me vaak afgevraagd, toen ik zijn leven bestudeerde en de roman over de Kom schreef, of ik hetzelfde zou hebben gedaan. Of ik even sterk zou zijn geweest als hij. En misschien, als gedachteoefening, zouden we onszelf nu allemaal even die vraag moeten stellen. Wat zou ik doen op dat moment? Wat doe je als de eerste klap valt? Wanneer blijkt dat jouw opvattingen zo impopulair zijn dat je niet meer aan het werk komt? Wat doe je met je idealen terwijl je weet dat intussen de kinderen moeten eten, de rekeningen betaald moeten worden? Wat doe je als niemand met je naam geassocieerd wil worden? Hoe verdedig je jezelf tegenover je familie die zich zorgen om je maakt? Wat doe je bij de tweede klap? De voortdurende dreiging van de geheime dienst die je overal volgt, je naam wordt gedemoniseerd. Mensen die schrijven dat je een gevaar bent voor de samenleving. Dat je zo vaak over je schouder begint te kijken dat je twijfelt of je niet langzaam gek aan het worden bent. Hoe krabbel je op van die klap wanneer vreedzame bijeenkomsten worden verboden of als demonstraties uit de hand lopen? Wat doe je als mensen die in jouw ideeën geloven, gewond raken? Sommigen zelfs sterven door politiekogels. Bij elk van deze klappen stond de Kom op en we geloven allemaal in meer of mindere mate in de dingen waar hij voor stond. Gelijkwaardigheid, medemenselijkheid. Maar idealen kan je niet eten. Je morele gelijk helpt je niet uit de gevangenis en ontslaat je niet uit de concentratiekamp. Hoeveel klappen, is de vraag, moet de publieke intellectueel krijgen voordat hij genade roept? Talloze, zo bewijst de geschiedenis van de Kom, zijn antifascistische ideeën leiden tot armoede en overspannenheid, de dood. We hebben het over publieke intellectuelen in het programma. Publieke intellectuelen hebben altijd dit tot doel gehad. De beschaving te bevorderen door onafhankelijk van de machthebbers kritisch na te blijven denken. En dit te doen vanuit een grote betrokkenheid met de mensheid. En ongeacht de tijd waarin de publieke intellectueel zich uitsprak, was er weerstand. Vaak in de vorm van desinteresse bij het grote publiek. Vaker nog in de vorm van politieke verdachtmaking. Wat het ons leert is om niet de kracht te onderschatten waarmee mensen zich verzetten tegen verandering. Het Nederland van 1940 is niet het Nederland van nu, maar wie denkt dat we er al zijn omdat we in de tussenliggende 80 jaar vooruitgang hebben geboekt, die heeft het mis. Beschaving, en ik citeer nu Anil Randers, is een punt aan de horizon. Je kan er naartoe fietsen, maar je zal het nooit bereiken. Mensen als de Kom, die nadenken over de beschaving, bekritiseren onze wereld en worden daarvoor verguisd. Vergeten wordt dat ze kritiek uiten alleen maar opdat ze tegelijkertijd een beeld kunnen schetsen van een betere wereld. Dat ze dit doen vanuit de hoop en de verwachting dat we beter kunnen, samen. En dat is de ondankbare taak van de publieke intellectueel. Een idee omhoog houden waarin de massa niet wil geloven, maar waarvan je zo overtuigd bent dat je het toch doet. De opdracht die de intellectueel heeft is om realistisch te zijn over de menselijke tekortkomingen en er desondanks in geloven dat verbetering mogelijk is. En hij is in veel opzichten ook een idealist, die intellectueel. Waar de anderen de handen vol hebben aan het eigen leed en de eigen beslommeringen, neemt hij de last van het collectief op zich, bovenop wat hij of zij zelf al draagt, niet omdat hij heroïs is of larger than life, hoewel misschien wel een beetje te overtuigd van zichzelf, maar omdat hij niet anders kan. Omdat Anton de Kom niet anders kan, nee, Anton de Kom kon niet anders dan zichzelf op het spel zetten.
omdat hij wist dat als hij zijn idealen zou verraden, hij onherroepelijk verloren zou zijn. Zijn leven was groots en tragisch en het speelde zich af tegen een wereld van oorlog en chaos. Nog steeds is er oorlog, hoewel nu verder weg van ons bed. Maar de chaos lijkt zich alsnog tot aan ons uit te strekken. Sterker nog, de chaos waarvan we nu getuigen zijn. En ik bedoel de identiteitscrisis van het Westen, de immigratiecrisis, de angst voor de ander. Zijn allemaal op een bepaalde manier gerelateerd aan de oorlogen, al dan niet koloniaal, die in de verre buitenlanden werden of worden gevoerd. In de manier waarop wij nu praten over de toekomst van het land dat wij delen, is die chaos nergens zo tastbaar als in de loyaliteitsvragen die onder elke discussie doorklinken. Bij discussies over Brexit, over Zwarte Piet, over immigratie en vluchtelingen, over de koloniale helden die in twijfel worden getrokken, is de eigenlijke vraag: wie ben jij? Bij wie hoor je? Wie zijn wij? Maar vooral ook, wie willen we zijn? Dit is de grote verwarring van onze tijd, dat we niet weten wie we zijn. En dat we daardoor steeds sterker vasthouden aan wat we wel al kennen. Zelfs al zijn dat waarheden en verhalen die niet houdbaar zijn. In die groeipijn van een nieuwe Nederlandse identiteit wordt er steeds harder onderscheid gemaakt tussen wij en zij. En in die zin is het ook interessant om naar de Kom terug te grijpen. Hij werd in zijn tijd door zijn omgeving gezien als de ander. En bleef zich alsnog inzetten voor ons. Voor ons Javanen. Voor ons Afro-Surinamers, voor ons Nederlanders. En dit is wat we anno 2018 van Anton de Kom kunnen leren. Solidariteit. Het is een woord met een smaakje, solidariteit. Met de jaren 70 kleur, iets tussen oranje en bruin in. Iets dat ooit eens en vogue was, maar dat al lang niet meer meedoet. Het idee dat we samen een collectief doel na zouden kunnen streven is inmiddels zo diep weggezakt dat mensen geen flauw idee hebben, denk ik soms, van wat het betekent om solidair te zijn. Of dat mensen de notie van gezamenlijkheid zo interpreteren dat het samen tegen de ander wordt. Een concreet voorbeeld van die hele bevreemdende interpretatie van solidariteit deed zich laatst nog voor. Toen Jenny Douwes en die andere blokkeervriezen veroordeeld waren en zich onmiddellijk een stevige haag van mensen vormden om de zaak te steunen. Binnen een paar dagen werd er meer dan €150.000 opgehaald. De crowdfunding voor de zaak van Douwes zou je een uiting van solidariteit kunnen noemen. Mensen maakten geld over om aan de blokkeerders te laten zien dat ze er niet alleen voor stonden. En het opmerkelijke is dat op die actiepagina een citaat van Martin Luther King was opgenomen. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. King, die zich juist inzette voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, werd hier zonder aarzelen ingezet als argument voor het beperken van de rechten van zwarte activisten in Nederland. Heel merkwaardig. Natuurlijk kan je dit afschuiven op een gebrek aan historische kennis onder de pro-Pieters, maar misschien is er meer aan de hand. Misschien toont het een type solidariteit dat zo beperkt is. Wanneer voorstanders van blackface Martin Luther King citeren om aan te geven dat zij zich verzetten tegen onrecht, dan betekent het dat mensen zelfs de meest voor de hand liggende mogelijkheid om werkelijk solidair te denken, ze die alsnog over het hoofd zien. Ze bestrijden onrecht en stellen dat wanneer één wordt gekwetst, dat alle aangaat. Maar daarbij worden scherpe lijnen getrokken. Jij bent een van ons en jij niet. En val je binnen die lijnen, dan zijn we solidair met jou. En het is een solidariteit onder voorbehoud. Er is een krappe grens aan ons mededogen. Dat is iets dat elke intellectueel en ieder mens die zich bezighoudt met de bestudering van menselijk gedrag beseft. Ook de Kom wist dit. En juist daarom verzette hij zich ertegen. Ook in zichzelf. Zijn mededogen had zich ook kunnen beperken tot zijn eigen veelgeplaagde groep. Hij had zijn handen als Afro-Surinamer in een Nederland van 1920, 30, 40 vol kunnen hebben. Maar dat deed hij niet. Hij trok zich al het onrecht aan. Want zelfs nadat Nederland hem op zijn knieën had gedwongen, hem kapot had geprobeerd te maken, trok zich hij zich het lot van de Nederlanders aan.
Toen hij overleed in een Duitse concentratiekamp, stierf hij niet voor de zwarte of de bruine of de witte mens. Hij stierf omdat hij overtuigd was van de noodzaak van solidariteit met ons allemaal. Dit is iets wat we kunnen leren van Anton de Kom. Mijn conclusie. Dat zijn anticolonialisme een ingang was naar ideeën over medemenselijkheid, naar empathie en uiteindelijk naar een radicaal gevoelde solidariteit. Dank je wel. Helaas nog geen mevrouw Simons. Ik hoop dat het berust op een misverstand en dat er niks gebeurd is. Wel ben ik heel dankbaar dat Cindy Kersenborn wil aanschuiven. Jullie kennen haar misschien wel. Ze is documentairemaakster van literaire films over Caribische en Surinaamse schrijvers. Regisseur van een drielijk over de grote drie Nederlandse schrijvers uit de West. Dus Edgar Cayro, Frans Martínez Arrillon en PC Hoofdprijswinnaar Astrid Roemer. En ze is nu bezig met een vervolg daarop, waarop ze over ze ons zo vast wat wil zeggen. Dus geef haar een warm applaus. We gaan ons best doen. Ik wil beginnen met iets wat je schrijft, Karin, in jouw lezing. Je schrijft, er was zoveel onrecht in de wereld, zo overweldigend veel, dat hij niet anders kon dan het zich aantrekken. En ik vroeg me af, was hij eigenlijk activist tegen wil en dank? Ja, misschien. Ik weet het niet zo goed. Ja, ik heb wel het gevoel dat hij... Maar wat betekent dat tegen wil en dank? Ja, ik vind het zo'n persoonlijke vraag. Ik vind het moeilijk om dat in zijn plek, in zijn plaats te beantwoorden. Maar ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je... Weet je waarom? Ik vind het ook heel jammer. Natuurlijk vind ik het jammer dat Sylvana er niet is. Maar ik had het essay al geschreven en toen pas heb ik haar documentaire gekeken. En ik zag iets wat is een overlap tussen wat ik had geschreven over de Kom en Sylvana. Is dat zij eigenlijk... nooit per se zich wilde uitspreken over dit soort gevoelige zaken, tot ze echt het idee had dat het water haar aan de lippen stond, dat ze niet anders kon dan nu wat zeggen, omdat ze anders zichzelf zou verloochenen en alle levenswijsheid die ze aan haar kinderen heeft willen overdragen, want dan zou dat waardeloos zijn geweest. En ik denk dat dat misschien ook wel voor de Kom op een gegeven moment wel aan de hand moet zijn geweest, ja. Maar ik denk ook dat hij wel een activist in de meer klassieke zin was. Dat hij al van meet af aan heel betrokken en heel geëngageerd was. Want ook toen hij nog jong was en in Suriname woonde, toen heeft hij zich heel erg bemoeid. Hij werkte bij een bedrijf waar, met Balata bleeders, dus rubber uit bomen snijden, zeg maar. En hij was daar eigenlijk de cijferman, de financiële man. En dus het was helemaal niet zijn werk om zich betrokken te raken met de arbeiders daar. En toch had hij dat in de gaten, dat daar iets niet klopte. Dat die mensen ontzettend werden uitgebuit. En heeft hij ze ook meteen geholpen om hun contracten te lezen en ze te helpen met wat ze moesten tekenen of niet. Dus ik denk wel dat hij, om je vraag te beantwoorden, wel meer een tekstboekactivist is geweest eigenlijk. En hij trok zich ook heel veel verschillende vormen van onrecht aan. Kan je daar wat over vertellen? Nou, ik kan alleen vertellen hoe ik het heb geïnterpreteerd. Mm-hmm. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee. En ik moet ook voorzichtig mee zijn, want ik ben ook een romanschrijver. Dus hoe ik over hem heb geschreven is een heel groot deel mijn interpretatie en dus mijn verbeelding. En dus niet de werkelijkheid, per definitie. Maar... Dat is een mooi boek. Dankjewel. Ik denk dat hij... ergens heb ik gelezen, een herinnering van hem gelezen, hoe zijn moeder hem... altijd leerde om dat op zondagen dat de mensen die te weinig geld hadden om eten te kopen, dat hij eten naartoe moest brengen, buren. En dat was iets vanzelfsprekends en dat was vooral iets vanuit een soort christelijke overtuiging, geloof ik.
Maar dat hij zich als kind al afvroeg hoe het kon dat een buurman waarvan hij wist, die hij elke ochtend vroeg weg zou gaan naar zijn werk en die elke avond laat thuis kwam, die dus ongelooflijk hard werkte, dat hij alsnog te weinig geld had om voor zijn gezin te zorgen. Dus het is dat dubbele, dat hij wel van huis uit een soort compassie heeft meegekregen, denk ik. Maar dat hij ook wel een soort scherp oog had voor onrecht. En dat er zijn dingen, dat is misschien iets wat gewoon in je karakter zit dan kennelijk. Zit dat ook in jouw karakter? Dat je een scherp oog hebt voor onrecht? Ik weet wel dat ik altijd heel boos werd ook als kind, ja. Klein onrecht ook hoor. En vooral wanneer... Terwijl je nu denkt van de meeste kinderen hebben het niet eens in de gaten, maar ik herinner me op de basisschool als ik merkte dat 3 kinderen tegenover 1 kindje stonden, dat ik ontzettend kwaad werd daarvan. En dat is zo obviously geen eerlijke verdeling van macht. Ja, en ik heb ook een hele betrokken moeder die zich heel erg opwond voor de televisie. En dat ook heel erg uiting aan gaf, schreeuwen tegen de televisie en zo. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet. Herken je dat ook, Cindy? Wat Karin zegt. Ja, over je boos maken. Ja, zeker. Staat hij aan? Hij staat aan als het goed is nu. Oh ja, zeker. Ja, met name als ik de krant lees, ja? Word ik heel woedend. Ja, dan kan ik echt, dan smijt ik ook met de krant hoor. Ook met, dat herken ik wel. Maar ik herken ook wel wat Karin zei over de Antonokom, over die lezing, over de Javanen. En het is niet toevallig, mijn ouders komen ook uit de buurt waar Antonokom gewoond heeft. En dat is aan de Pontwerfstraat. En wij wonen aan de Gemiddellandsweg, misschien tussen de Gemiddellandsweg en de Pontwerfstraat, daar op het hoekje. En mijn vader heeft hem nog gekend, mijn vader is in 1915 geboren en hij is ik rond 20 is hij weggegaan en is hij weer teruggekomen. En precies wat jij ook zei, dat heb ik van mijn vader meegekregen, is dat hij daadwerkelijk op de hoek waar dat ouderlijk huis van Antonokom was, waren daar in de buurt waar hij vandaan komt en waar ik ook vandaan kom, Frimangrong, was een multiculturele buurt. En met multicultureel bedoel ik ook daadwerkelijk Joden, Javanen, Hurustanen, naar Creolen en een mix. En dat klopt ook, dat heb ik ook van mijn vader meegekregen, dat er heel veel Javanen, ik weet niet waardoor het kwam, maar heel veel Javanen hingen aan de lippen van Antonokom. En ze zitten echt op een, gehurkt. Ja, gehurkt. Zaten ze dus echt te luisteren naar Antonokom. En dat klopt ook. Dat is dus precies wat jij zegt, klopt als een bus. En ben ik ook een activist? In a way wel, ja. Ben ik ook wel een activist, ja. Dat is waar. Dus wat dat betreft. En op welke manier? Nou, ik kan wel heel fel zijn, hoor. Maar ik kan ook wel heel zacht. Op welke manier? Gisteren, 25 november, vertelde ik het aan een nichtje van mij. Waren het over onrecht in de samenleving en wat doe je en... En op een gegeven moment toen hadden we het erover en toen vroeg iemand aan mij, of een van mijn nichtjes, die vroeg, wat zou jij doen? Wat doe jij dan? En toen zei ik, wat zou ik doen? Heb ik zoiets van een situatie meegemaakt? En ja, ik was een paar jaar terug, volgens mij was het 3 jaar of 2 jaar terug, was ik in de metro naar de arena. Toen speelde Feyenoord en Ajax. En de metro was vol, was helemaal vol, echt. Vol. Ik kon niemand erbij, dus de metro die stopte. Nou goed, ik ging de metro in. En het waren allemaal hooligans. Echt waar. En ik zal maar niet de woorden herhalen, de liedjes herhalen wat ze zongen. Jullie kennen het wel. En je moet ze vermoorden. Het ging maar door. En ik dacht, ja, maar dat kan toch niet? Anno 2016, of het was 2016 of 2015. En ik keek ze aan. En maar ik moet wel zeggen, ik was mooi gekleed. Dus ik zag er heel mooi uit en ging naar een tentoonstelling. En dus ik had geen petje op. Ik zag het niet. Moet ik het van mezelf zeggen. Dus op een gegeven moment waren ze stop. En ze zag er echt heel eng uit. Echt heel eng met net
beetje hakenkruisen hier en kaal, hele dikke kettingen, allemaal inlanders. Er waren geen gekleurde Nederlanders bij, dus waren allemaal inlanders. En op een gegeven moment waren ze dus klaar met zingen. En ik keek ze aan, point my finger in their face. En waarop ik zei, en ik heb ze niet, dus ik heb ze helemaal niet fel, helemaal niet heel rustig. Ik heb gezegd, hoe durven jullie dat? Hoe durven jullie anno 2015 of 16 dit soort liedjes te zingen? Ik heb gezegd, ik schaam mij voor jullie. Schaam jullie niet voor jullie zelf? Ik heb gezegd, weet je waarom jullie het doen? Omdat jullie in een groep zijn. En als jullie echt nog steeds met mijn vinger in hun gezicht, en als jullie allemaal één voor één alleen waren, hadden jullie dat nooit gedaan. Never, nooit niet. Schaam je dood. I'm shame. Shame on you. En toen zeiden ze helemaal niks. Iedereen die keek me aan, zei dus helemaal niks. En toen dacht ik van, oké, Cindy, next stop, you have to get out. Yeah. You better run. En ik dacht van, ja, als ze samen met mij, moest ik ook bij de arena uitstappen. Want ik ging daar aan de tentoonstelling in het CBK Zuidoost. En ik was alleen. En toen dacht ik van, oké, Cindy, get out. Dus de volgende stop ben ik echt daadwerkelijk. Dat vertelde ik ook aan mijn nichtjes. Ben ik ook uitgestapt, want ik dacht van, god ja, straks stappen ze met mij samen. Zien ze waar ik mee ga doen, word ik allemaal in elkaar geslagen. Dus de metro ging, nou, ik uitstappen, klaar is Kees, de volgende. Ik nou, neem nog niet de volgende, neem nog de daarop volgende. Dus ik ging helemaal weg, helemaal klaar. En volgende dag las ik op de Facebook iemand, dus een vriend van mij, die had het dus gezien. Die stond dus stiekem daar. En die hoorden het allemaal aan. En die had het dus op Facebook gepost, waarop iemand zei, maar waarom heb je er niet geholpen? Waarop de ene zei van, ja, maar goed, als er iets zal gebeuren. Dan en toen dacht van, wat ben je toch ook laf ook? Ja. Nou, we zijn blij dat je het bent uitgestapt. Ja. Nou, maar dan hoef maar eentje wat te zeggen. Dan. Nou, ik dacht, ja, God, zijn toch met z'n velen. Hè? Ja, dus, dat is waar. En stel dus dat. Dan moet je, en ik vind ook dus dat wij niet bang mogen zijn. Ik vind dus dat wij dat moeten doen. Die solidariteit niet alleen maar van dichtbij. De solidariteit van afstand die jij ook. Dat moeten wij ook. Dat moeten, we moeten niet bang zijn. En we mogen niet angstig zijn. En het mag geen kleur hebben. En het mag niet zo zijn wat je heel vaak hoort. Ja, 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 maar die durven Marokkanen niet aan te spreken. Oh, nee, 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 maar ja. Onzin. Onzin. Die solidariteit moeten wij allemaal hebben. Want het is wel een interessant punt, want op een gegeven moment sta je dan toch ook alleen. En nou, iemand spreekt zich niet uit. Vind je dat je dat wel van mensen, vind je dat je dat van mensen kan verwachten? Nou, ik denk dat we onze burgerplicht, het is onze burgerplicht. Het om je is uit iets, te spreken. Om je uit te spreken. Wanneer je iets ziet, ja. Ja. Het is onze burgerplicht. En ik denk ook in je omgeving, als je je uitspreekt. Ik denk, dan denk ik, als stel dat ze mij aangevallen zouden hebben, dat er wel mensen geweest zouden zijn. Dat denk ik. Maar wat ik me af heb gevraagd voor vanavond eigenlijk, is dat Anton de Kom, daar wordt heel veel over, steeds meer over gesproken en over geschreven. Dit soort avonden wordt dan georganiseerd. En eigenlijk is hij is in potentie is hij een. Een prachtig voorbeeld. Hij zou een grote held van Nederland kunnen zijn. Ik bedoel, alles zit erin. En er is niemand met een beetje verstand die het oneens zou kunnen zijn met waar Anton de Kom voor stond. En ik denk tegelijkertijd, als we nu met z'n allen naar het debat kijken, als we nu kijken naar de mensen die zich bijvoorbeeld tegen Zwarte Piet uitspreken, die nu zich echt fysiek verplaatsen op de intocht van Sinterklaas. Of mensen die op een andere manier, zoals ook een Sylvane, die zich inzetten en gevaar lopen daardoor voor ideeën waarvan wij eigenlijk heel objectief heus wel kunnen zeggen van nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n raar idee wat er nu wordt geponeerd, weet je wel. En dan tegelijkertijd wat je ziet in je eigen tijd is dat we met z'n allen zoveel argumenten gaan bedenken waarom ze dan eigenlijk niet helemaal 100% onze steun verdienen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. We zijn het er wel helemaal mee eens, maar aan de andere kant, ja, of Sylvana, ja, als ze het nou op een andere manier brengt, dat is de manier waarop ze het zegt, of zo, of ja, maar moet dat nou wanneer de kinderen bij zijn? Met zo'n intocht kan dat niet op een andere manier. Dus, en ik denk dat als we gaan kijken, en dat was toen een tijd ook toen mensen het over Martin Luther King hadden, dat de Martin Luther King dag werd gevierd en zo. Heel Amerika viert dat. Iedereen is het ermee eens. Maar in zijn tijd werd er precies zo over hem gesproken.
Van ja, het heeft zijn tijd nodig. Laten we alsjeblieft niet te activistisch zijn. Laten we alsjeblieft niet duwen en schreeuwen. Snap je, weet je wat ik bedoel? Dus ik denk ook wel, en dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje met... Hij is het helemaal zat. Nee, wel grapje, Kresje. Ja, gezellig. Gelukkig. Neem een wijntje mee. Dat bedoel ik ook een beetje, ook met dat we gewoon, daarom wil ik dat we als we naar historische figuren kijken, de afstand die de tijd ons biedt, is het heel makkelijk om daar, om daarmee te zwaaien, zeg maar, om daarmee mooi mee te pronken, is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Terwijl je het ook als een vergrootglas zou kunnen gebruiken en het zou kunnen keren naar je eigen tijd en naar je eigen samenleving. Want we kunnen niet alleen maar leren van die ideeën, we kunnen vooral ook heel veel leren naar de reactie van een samenleving, van een maatschappij, op de mensen die dat soort ideeën op dat moment uiten. En dan denk ik dat we echt nog wel een hele grote strijd te voeren hebben hier. Denk je dat de reacties ook nu, je noemde Martin Luther King, maar ook op de reacties nu op de reacties op Sylvana Simons nu te vergelijken zijn met de reacties op Anton de Kom toen? Nou, ik vind het net een beetje een andere discussie, hè? Ik bedoel, er waren echt andere tijden ook. Maar ik denk dat je bedoelt op wie mag er wat zeggen hier in Nederland. En hoe? Is dat hoe, wat je bedoelt? Wanneer? Ja. Ja, dan is het natuurlijk, ja, het blijft... dat stond in mijn origineel, in mijn oorspronkelijke, mijn first draft van de het essay, is natuurlijk dat de Kom eigenlijk een aanzet heeft gegeven tot anticoloniaal denken. Maar dat onze generatie nu en dus ook het debat nu, 80 jaar later, dat het blijkt dat gesprek nog steeds niet gevoerd is helemaal. En dat ook waar de Kom hier stond en dan hier de nazaten zijn, de nakomelingen van het koloniale verleden van Nederland, dat die nog steeds als exoot worden gezien, als zodra ze kritisch zijn. Tenminste, als je hier gewoon als zwarte Nederlander bent die je knikt en je vindt alles maar best, dan ben je wel echt heel welkom natuurlijk. Maar als je een beetje kritisch bent, dan ben je meteen een exoot en dan hoor je er gewoon niet bij. Dus in die zin is het natuurlijk wel altijd een interessante observatie, wie mag er wat zeggen in het Westen. En dat is misschien wel vergelijkbaar, denk ik. Zou hij dat ook niet, heeft hij dat niet, nou misschien niet helemaal, maar heeft Anton de Kom het toen niet moeilijker gehad? Ja, met name in het Haagse... In Den Haag, waar hij woonde. Misschien wel, daar heb ik verder weg. Ja. Wat ik wel denk te hebben gezien is dat hij wel, zeg maar, meer aansluiting bij de linkse, bij de communisten. Ja, omdat zij de enige waren die zich in die tijd uitspraken tegen koloniale aanwezigheid van het Westen. Met als gevolg dat alles wat hij zei en schreef vanuit een communistisch, met een communistisch kleurtje kreeg. Ja. Maar dat hij... Eigenlijk is het natuurlijk heel eenzaam als je niet alleen maar op het punt van onderdrukking, volkonderdrukking, maar dat je het moet hangen aan een ander verhaal, wil je gehoord worden. Maar in die zin vind ik het ook interessant om te zien hoe nu het debat wordt gevoerd en dat je nu ziet dat kritische kleurlingen in Nederland, dat die weliswaar best wel klappen krijgen, niet letterlijk, maar figuurlijk, dat er veel weerstand is, maar dat het tegelijkertijd een, misschien wel letterlijk, ja. Maar goed, ik zit nog bij Anton de Kom, hè, in mijn hoofd en dan viel er wel gewoon doden. En we zijn er wel iets vooruit gegaan, mag ik hopen. Maar dat er alsnog wel een grotere groep mensen is die zich uitspreekt, waardoor denk ik veel van ons zich wel gesteund voelt. Als jij je mond dicht houdt eventjes, dan weet je dat er andere mensen zijn die het misschien wel met je eens zijn en die ook gewoon gerust het podium zoeken om dat te uiten. Terwijl, je kan je afvragen of dat misschien, 20 jaar geleden was het misschien ook al nog niet zo. Nee, op een andere manier, want de schrijvers Astrid Troemer, die had ook een gedicht geschreven over Zwarte Piet, Edgert Cairo, Frank Martinus Arion, die hebben ook daarover geschreven. Ja. En de groep, die was niet, dat is wel groot, maar die zwarte intellectuele groep was niet zo groot. Nee, was niet zo groot. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat je de jongere zwarte intellectuele activisten, ik heb er ontzettend waardering voor, de manier waarop ze dat ook doen. Op ik zeg ook altijd van, als ze niks zeggen worden ze niet gehoord, als ze schreeuwen worden ze ook niet gehoord. Dus ik vind het wel prettig
en aangenaam om te zien wat ze doen, die zwarte intellectuele activisten. En ze gaan ook maar door en ze worden ook gesteund. En precies, ik schrok ook, hè, wat je ook net zei, dat een, hoe is het ook weer, die 150.000 hebben gekregen. Jenny Dallas. Jenny Dallas. Ik schrok er ook van. Nou, ik schrok een beetje van. Maar een paar jaar terug was ik flabbergast, dus dat er bijna 2 miljoen handtekeningen opgehaald werden binnen 1 week. En 40% waren er van niet-inlanders. En de rest was 60% waren alleen maar van inlanders. Waren 2 miljoen handtekeningen opgehaald en gedeponeerd bij Volkscultuur in... Volkscultuur in Utrecht. Volkscultuur? Nee. Maar je bedoelt voor de behoud van Zwarte Piet? Voor de behoud van Zwarte Piet. En dat was voor mij een shock. En dat betekent dus dat mijn buurman, mijn buurvrouw en dat natuurlijk ook een... 40% niet inlanders die het ook hadden getekend. Maar ik vond het wel shocking. Dus die 150.000 euro, dan denk ik van oké, dat is het. Dan schrik je toch van. En als je al die dingen op een rij zet, al die cijfers op een rij zet, precies zoals die film van die documentaire over en met Sylvane, als je allemaal op een rij zet wat er dus daadwerkelijk ook gebeurd heeft plaatsgevonden, en dan schrik je toch. En denk je van, maar wacht eens even. Mijn witte buurman, natuurlijk niet alleen maar mijn witte buurman, moet ik daar bang voor zijn? Hoe gaan we met elkaar om? Want ik ben toch verliefd op hem. Ik wil ook verliefd op hem worden. Mag het niet meer? Is hij degene ook daadwerkelijk die de handtekeningen, die 10 euro gestort heeft bij... Ja, we lachen erom, maar het is toch, zijn toch feiten. Dat is, wat jij noemde toch die 150.000 euro. Ja. Dat is toch shocking. Beetje. Ja, ik had het met een collega over een artikel wat geschreven is door Aladin El Mafalani, een Duitse socioloog. En hij heeft eigenlijk de afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar de multiculturele samenleving en botsingen daarin. En hij zegt eigenlijk zijn die botsingen een teken van dat het goed gaat met de emancipatie. Helemaal en dat, mee eens, ja. Ja? Ja. Weet je, ik heb het ook wel gezien, maar ik zag het ook wel... Zwarte Piet is altijd, om nog even bij Zwarte Piet, maar gewoon puur als voorbeeld. Niet omdat dat mijn grote strijd is of zo, want echt, zoek het maar uit. Maar Zwarte Piet is altijd een problematisch figuur in de Surinaamse gemeenschap geweest. Altijd. Ook toen ik opgroeide hier in Nederland. Maar het verschil, zeg maar, met mijn generatie en met het verschil is ook, ik ben een migrant. Wij hadden allemaal zoiets van, ja, het zijn die Nederlanders. Weet je, het is allemaal heel pijnlijk, het is heel vervelend, maar het zijn die Nederlanders en er was meer afstand. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden toen dat echte activisme erin kwam met over Zwarte Piet, hoorde ik niks nieuws. Maar ik zag wel een verschil in uitvoering. Want inderdaad, wat jij ook zegt, we hebben ons allemaal een keer uitgesproken. Ja, in Sesamstraat is ook iedereen heeft zich een keer uitgesproken. Maar het viel gewoon dood. En wat het verschil is, en daarom zeg ik, het is waar, het gaat goed, is dat er nu een hele tweede generatie zelfs al Nederlanders, dit is hun land. Dus die woede... En ze gaan niet meer weg, dat zeggen ze ook. Die woede over dit soort onderwerpen is liefde, is betrokkenheid. En dat is eigenlijk wat je moet willen als samenleving, is dat de mensen die hier wonen, dat die zich zo betrokken voelen en dat die zo graag willen dat dit een beter land wordt... dat ze dus daar letterlijk barricades op gaan. Je moet geen migrant hebben zoals ik. Die achteroverleuningen, ja, whatever. En je zelf weten. Weet je wat ik bedoel? Want ik heb echt heel vaak gedacht van... weet je, met de opkomst van het populisme, met het PVV... van hey, ik denk dat ik gewoon even wegga. Weet je wel? Ik denk dat ik mijn hele flixben inpak... en gewoon in een ander land ga wonen. Want ik heb hier geen zin in. Dus er is van mijn type migrant is er veel minder betrokkenheid bij Nederland... dan bij de mensen die dus letterlijk de barricades opgaan. En dat blijf ik zeggen, dat zijn de bewoners die je wil hebben. Dat is burgerparticipatie. Dat is wat de politiek wil. Dat zou de politiek mooi vinden. En denken jullie dan dat het eerst, dat die botsingen eerst nog heviger moeten worden en dat het daarna beter wordt? Ja, moet. Ik denk dat het automatisch gaat. Groeipijnen, toch? Ja, God, ja. Die dichter op weer. Ik geef je deze. Dank. Hal zei dat van de zachte krachten zullen winnen. En zoiets, hè? De ouderen, de inlanders, zoiets.
Maar goed, maar ik ben voor beide. Ik ben voor ook voor de harde strijd en ook voor de zachte strijd. En ik denk dat je ook moet kijken waar je dat kunt gebruiken, waar je dat laat liggen, hoe je dat aanpakt en wat doe je. En ik ben het eens met, nou ja, goed, jammer dat we het eens zijn ja, met jammer. Elkaar. Ja, jammer. Als iemand niet oneens is, ja. Of misschien iets anders wil toevoegen. Ja. Ja, we zijn een beetje vreemd. Ja. Nee, het gekke van is, ik heb dat boek van haar ook gelezen en ook de biografie van de Kom. En dat is vervelend dat ze zo eens zijn met elkaar. Ja. En we kennen elkaars werk veel te goed om. Om terug te komen, ik denk dus dat beide, je hebt die zachte krachten nodig, die zullen overwinnen, maar je hebt ook soms die harde krachten nodig. En jij noemde het al, Martin Luther King en Malcolm X. Je hebt beide nodig om verder te komen. Beide heb je nodig. Je hebt, het is net als in de oorlog, je hebt die stoottroepen nodig. Nou, die hebben dat al gedaan. En op een gegeven moment moeten die stoottroepen weer teruggaan. De domme oorlog, zoals vroeger. En dan moeten ze het aan de generaals overlaten om te gaan onderhandelen. Om te zeggen van, oké, hoe gaan we dat spel spelen? Want dit wil ik hebben. Toen was toen en nu is nu. En het is heel simpel. Toen was het Zwarte Piet. En ik hou ontzettend van Sinterklaas. Toen was toen, nu is het niet. Dus die hele Zwarte Piet, dat moet gewoon eruit. Het is een metafoor, precies. Dat gebeurt, maar dat moet afgelopen zijn. En dan kunnen we gaan zeuren. Ja, maar het is cultuur. Het is niks identiteit, niks cultuur. Ik neem een voorbeeld. Dat zei ik ook laatst tegen iemand. Ja, maar het is toch ingewikkeld en noem maar op. Dat kan toch niet zomaar. En toen zei ik van, je bent toch ook een Amsterdammer? En ik zeg vroeger, en je bent bijna even oud als ik, vroeger hoorde je van als je in een café was, een restaurant, en je gaf heel weinig geld, en zeiden ze, Jodenfooi. Dat hoor je tegenwoordig niet meer. Dat is not done. Toen was toen, om dat te gebruiken, dat doe je niet meer. En het is precies zo. Het is heel simpel. Give it up. Ik zie daar een vraag achterin. Die ga ik even ophalen met de microfoon, en daarna gaan we even... luisteren weer naar Orkater en Sir Duke. Nou, het is niet zozeer een vraag. Het is eigenlijk meer wat ik leuk had gevonden. Want de humor ontbreekt bij alle kanten, ontbreekt de humor. Ook in Amerika zie je weinig humor. En ik denk dat waar die jongen mee begon met die baard, dat het onderwijs, dat daar nog een gigantische partij te winnen is. Dus ik had het leuk gevonden als de officier van justitie of de rechtbank in Leeuwarden de groep blokkeervriezen naar The Help had gestuurd. De film die zich afspeelt in de jaren 20 in Amerika, waarbij je kan zien dat ook al schaf je de slavernij af in 18 nog wat, dat het dan nog niet gelijk koek en ei is. En dat je dan juist ook door zo'n film te laten zien, en er zijn wel meer mogelijkheden, want ik geloof niet dat die Friese racisten zijn. Ik geloof wel dat ze vol zitten met vooroordelen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat onze maatschappij al die vooroordelen over elkaar wederzijds is gaat wegnemen. En dat je via geschiedenisonderwijs elkaar veel en veel beter gaat begrijpen. En niet alleen maar die VOC-mentaliteit en Michiel de Ruiter, maar juist dit soort boeken en misschien dat... Op de lijst van de verplichte boeken het boek van de man van veel kan worden geplaatst. Ja, maar ik denk dat... Ik geloof dat de activisten ook hadden geëist dat als ze zouden winnen, dat de blokkeerders onderwijs zouden krijgen. Dat zij een cursus bij de Black Archives bijvoorbeeld zouden mogen volgen. Gewoon geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden. Maar ik geloof dat die niet is ingewilligd, want ik ben het helemaal met u eens. Er zit heel veel onwetendheid in. Ik ben het niet helemaal eens met de interpretatie van wat racisme is of niet. Want ik weet niet hoeveel, maar dat is weer een andere discussie. Ik weet niet hoeveel dingen we onder het kopje vooroordelen moeten laten vallen voordat we kunnen zeggen dit is gewoon onversneden racisme. En ik denk, als we het bijvoorbeeld over Sylvane hebben, het moment dat bij haar, voor haar de bom barstte en alles over haar heen viel, was die ene vraag die ze stelde aan tafel bij De Wereld Draait Door. Waarom gebruikt u dat woord, zwartjes? Wat een hele legitieme vraag is. En wat ook nog eens met zoveel klasse uitgesproken werd. En ik denk dat zo'n reactie op zo'n vrouw, op dat moment in onze tijd, in onze samenleving, dat wel degelijk een uiting is van puur en onversneden racisme. Dat denk ik echt. En seksisme ook. Dat denk ik echt.
En ondertussen kunnen we in de chaos die is ontstaan en de smerigheid en de vuile massa, kunnen we er heel veel interpretaties op loslaten. Maar ja, ik denk echt dat dat een hele racistische reactie is van ons land. Mee eens. Ook al, ja. Sorry. Ik moet andere dingen gaan zeggen. Willen jullie een tweede scène doen? Ja, mag. Mag ook hier. Van Anton de Kom. Gisteren was ik in der slaven van blanke heer. Vandaag vrij. Jaren 20, een ontmoeting tussen Mohammed Hatta en Anton de Kom. Boem Hatta, het is een eer. Oh, Boem Hatta betekent kameraad. Vriend Hatta, zo goed kennen we elkaar hier. Oh ja, natuurlijk. Ik doe even mijn jas dicht, want het was kooptocht toen. Nederland. Heer Hatta, het is een eer u in lijken te mogen ontmoeten. Want u bent de kom. Ah, Anton. Ja, van u heb ik gehoord. Werkelijk. Blanda Hitam. Zwarte kom. Van duizenden kilometers hoorden wij u aankomen. De West-Indische oproerkraaier. Met geheven hoofd en niet gevreesd. Lees en schrijf ik, net zoals u. Ja, u kwam een jaar voor mij, nietwaar? Schreeuw om rechtvaardigheid. Ik schreeuw niet. Alleen van harde schreeuwen gaat niemand je beter verstaan. En toch, als het niet ontvangen wordt... Dan verenig je. Ha? Om gezamenlijk de borst te zwellen. Om met meerdere stemmen luider te klinken. Hierin zal ik u niet tegenspreken. Het is een onmacht waarvan ik niet kan slapen, Anton. En toch, ik blijf het mezelf inprinten. Maar daarom is het juist dat wij elkaar hier treffen. Wij, de Oost en de West. Toch blijf ik me mezelf inprinten. Ga de strijd aan, nu je nog vrij bent. Als je vleugellam hebben gemaakt in gevangenschap. Probeer dan zoveel mogelijk kennis op te doen. Hè? Veerkracht, wilskracht, sla uit en strek en sluit. Maar wij spreken dezelfde taal. Helemaal niet. Jawel. Opgegroeid in de wildernis. Spreken wij, kennen wij iedere stem van het zwijgende, geheimzinnige taal van de oerwoud. Binnen ons verenigen de krachten van de jaguar. En de slanke vlugheid van onze herten. Kaimannen bevolken rivieren en wel bewust vinden wij ons via verwarde kluwen van varens en lianen onze weg. Ons karakter wordt gekenmerkt door die edele trots die geworteld zit in onze stam.
delen eenzelfde trots. Maar uw strijd is nog groen. Ik wek mijn broeders binnen het vaderland en overal waar zij zich bevinden op, om hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven geloven in de eindoverwinning van onze zaak. Door het besef dat het gaat over onze heiligste goederen, namelijk lichaam, geest en land. Ik wek mijn broeders, hoor me, binnen de perhipo naar Indonesië, Bineka Tunggal Ika. Eenheid en diversiteit. Waarom verstaat het na? Maar dat zeg ik u toch. Binnen uw bijeenkomsten groeit mijn politieke bewustzijn. En als er één manier is om ook het lot van Suriname en Curaçao op de agenda van het Wereldcongres van het Internationale Liga te plaatsen, dan is dat via jullie. He? Verenig de krachten, de hoofden, de omverwerping van het koloniaal gezag in Nederlands-Indië, dat wil ik ook. Voor Suriname, mijn vaderland. Heeft u gehoord van Marcus Garvey? Het is een Jamaicaan die zich inzet voor die Black Brotherhood Movement. He? Zijn visie heeft overeenkomsten met de onze Hatta. Blanda Hitam. Niet te dichtbij, Francesca, ze waren nog geen vrienden. Blanda Hitam, u spreekt goed. Beter dan de meeste van onze Indonesiërs, dat geef ik u mee. Maar toch, ik... Dit gaat niet werken. Zo. Gelijk met de bevrijding van Indonesië zal de vrijheid van West-Indië ook een feit zijn. Genoeg. Nog Suriname. Nog Curaçao. Heeft onvoldoende capaciteit om aanspraak te maken op nationale soevereiniteit. De West is een samenraapsel. Geen samenleving, geen fundament, geen eenheid. No. Indonesië los van Holland eerst. Maar hou vol, zwarte messias. Heb geduld. U heeft gelijk. Mijn Suriname kent een vertroebeld fundament, maar het is mijn versplinterde Suriname en ik zal eenheid brengen. Een gedeelde gedachtegoed is voordat je een gedeelde missie kan volbrengen. Ik wek mijn broeders. Wek je broeders. Ik zal mijn broeders opnemen. Ja. Ik heb een vrouw, ik vond haar in het woud. Ze heeft vollig kroezend haar. Schone lichaam ziet. Geen ketenen aan haar benen of haar hand. Gebroken boeien van slaaf of smaak. Ik zeg, woud, moeras en wild zijn voor haar. Voor haar orde, voor haar. Opstandig omdat we niet willen doorpakken onder dwang van boeren of noormannen. Opdat we weer luid kunnen drummen. Naja, bingi drums op onze sterke voeten doordansen. Hotep, hotep, hoop vrijheid. Fort Zeelandia, Burma spoorlijn, terug naar verloren wijsheden. Gebrandmerkt door liefde en door de pijn. Vandaag geaccepteerd, hoe zal het morgen zijn? Ik zeg, jemma ja, jemma hoort ze mij. Ik hou een korte lijn met God. Verander de tijd of blij met het lot. Eeuwenoude zielen zijn met ons. Verloren verhalen, vermoord mijn voorvaderen. Toen wij nog koning waren, zwart bloed door mijn aderen. Wie zijn, wie waren we, terug varen we. Ik zei, wie zijn, wie waren we, terug varen we. Dank jullie wel. Karin, in jouw essay heb je het over een. Je wil eigenlijk een lans breken voor radicale empathie. Dus je signaleert een gebrek aan
solidariteit. En ik ga nu iets vervelends doen, want je bent geen politica of politicus. Maar als je nu meer solidariteit zou willen krijgen, weg van dat hele individuele, wat is denk je een eerste stap? Oh ja, maar daar zijn zoveel antwoorden mogelijk op die vraag. Wat is voor mij de eerste stap? Is denk ik... wat ik mis eigenlijk is een gezamenlijk narratief. Nee, wat ik mis is een toekomstbeeld. En dan heb ik het niet over in de verre verte, maar in de nabije toekomst. Waarin we allemaal kunnen geloven. Ik denk dat zodra we zoiets kunnen vormgeven, dan gaat het wat meer automatisch. Maar kijk, ik ben geen politicus en ik ben ook geen activist. Wat ik doe is ik observeer. En dat vervat ik in mijn werk verder. Dus dat maakt het dus lastig voor mij om je vraag te beantwoorden. Mm-hmm. Omdat ik niet in de business ben van het vormen van oplossingen. Nee. En ik denk ook dat hoe het eraan toe gaat nu, dat dat heel logisch en heel natuurlijk is. En waar we het net al over hadden, groeipijnen en botsingen. En ik denk dat dat nog een tijdje duurt. En waar ik persoonlijk heel erg in geïnteresseerd ben, is het waarom. Hoe het komt dat we zo met elkaar in de clinch liggen. En waarom het zo heel heftig botst op dit soort onderwerpen. En waarom identiteit op dit moment in onze tijd zo'n beladen onderwerp, zo'n beladen thema is. En daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. En ik moest eraan denken toen jullie net aan het zingen waren. Over die gefragmenteerde identiteit. Of tenminste, zo noem ik het dan. Van Surinamers bijvoorbeeld. Maar daar is natuurlijk in het verleden ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ik bedoel, Stuart Hall, de Jamaicaanse theoreticus, heeft daar enorm veel boeken over geschreven. Over dat er zoveel mensen, specifiek ook uit de West Indies zijn, die een gefragmenteerde identiteit in zich dragen. Want wij zijn inderdaad zo vanuit onze wortels, zo verspreid over de hele wereld. En dan nog zijn we weer hierheen gemigreerd. En de moderne mens raakt ook steeds meer versplinterd in zijn identiteit. Want identiteit is natuurlijk niet iets vaststaands, weet je wel. Ik bedoel, je bent iemand omdat je plukt overal wat vandaan en je stelt het gewoon samen. En dus er zit iets wat ik heel fascinerend vind, maar ik ben er dus hardop aan denken, want ik heb dat nog lang niet geformuleerd. Maar er zit iets compleet fascinerends aan onze tijd, omdat je aan de ene kant een groep mensen hebt die in deze samenleving zitten, die op de een of andere manier veel natuurlijker in die gefragmenteerde identiteit zitten. En aan de andere kant een deel van de samenleving hebt die, laten we zeggen, de inlanders, ik moet er steeds op lachen, maar de autochtone witte Nederlanders. Die daar natuurlijk, en dat is ook heel logisch, nog enorm moeten wennen aan die manier van denken over wat eigen is en wat ik is. Snap je een beetje wat ik bedoel? En dus ook daarin zitten op veel diepere lagen dan je op het eerste gezicht zou zien, zit er een botsing in heel veel westerse samenlevingen op dit moment. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, ook in Amerika, in heel het Westen. En misschien daarbuiten ook, maar daar weet ik dan daar niks van. En ik vind dat mateloos fascinerend. En die fascinatie maakt dus per definitie dat ik een hele slechte activist ben, zou zijn. En een nog slechtere politicus. Want ik ben alleen maar aan het kijken. Oh god, deze puinhoop is interessant. Wat zou dat zeggen over het menselijk vermogen tot empathie? Het menselijk zijn, weet je. In de puinhoop. Ja, ik vind puinhoop op een bepaalde manier heel mooi. Empathie zoeken. Nou ja, het zegt iets over ons onvermogen om... Dat zou... Nou, ik vind die grenzen van ons zijn of zo, van het mens zijn, vind ik zelf heel fascinerend. Dus we hebben allemaal hele goede intenties. Nou, niet iedereen, denk ik, maar de meeste van ons hebben veel goede wel, intenties. Ja. En iedereen wil gewoon, weet je, dat de wereld niet, in ieder geval niet in onze tijd kapot gaat. Maar... En toch lukt het niet. Nooit. Het lukt nooit. Waar ligt het aan? Dus dat maakt dat ik dus een schrijver ben en niet een politicus. En toch zei je onlangs in een interview in de Volkskrant over dat je wel pessimistisch bent over wat kunst of literatuur nog kan doen. Ja. Ja.
Nou, ik vind het een beangstigende tijd wel, waarin we zitten. Maar misschien is dat ook waarom ik dan steeds meer die afstand zoek. Om te observeren, zodat ik wel kan blijven schrijven erover. Ik vind het een hele beangstigende tijd. Ik zie aan op zoveel niveaus dat het echt misgaat. Ik denk wie er nu aan de macht is in Amerika, dat zulke verregaande consequenties gaat hebben. Waar ik misschien niet eens meer getuige van ga zijn, maar wel mijn kinderen. Ik denk dat wat het milieu betreft, er zijn zoveel dingen waar ik echt heel somber over ben. En als ik daar op die manier over nadenk, dan denk ik, dan sta ik daar met mijn boeken. Menno Wichmans zegt het in een gedicht zo. En dan ben ik die keffend in mijn kanto's woont, zoiets ik parafraseer. Als een klein hondje ben je aan het blaffen in je gedichten en het haalt helemaal niets uit. En dat is vrij deprimerend, ja. Maar ja, tegelijkertijd sprak ik ook iemand en die zei tegen mij, hij is een beeldend kunstenaar. Hij zei, kijk, dat is onze taak als makers, is dat wij toch vanuit de verbeelding een andere werkelijkheid kunnen aanbieden. Waar andere mensen die wel bij machten zijn, om de boel te mobiliseren, waar zij misschien door geïnspireerd zouden kunnen raken. Dus dat is zeg maar, denk ik, mijn rol in het geheel. Maar ik ben wel bang voor onze tijd, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben bang voor de krant elke dag. Ja. Denk je dat de Kom zich dat ook afvroeg? Want hij schreef natuurlijk politiek werk, maar ook gedichten. Ja, ik denk het wel. Want wat ik een beetje zoals ik het heb geïnterpreteerd, was hij wel echt ook een schrijver ook. Eerder misschien een schrijver dan een activist. En schrijvers zijn gewoon ook hele gevoelige mensen natuurlijk. Helaas. Ja, dus ik denk dat hij dat ook wel heel beangstigend heeft gevonden. Zeker, dat moet haast wel. Moet haast wel. Hij is er ook onder doorgegaan, hè? Ja. Ja. Cindy, jij maakt documentaires, literaire films. Hoe is dat voor jou? Ik ben ietsje minder somber dan Karin. Het is niet omdat ik het niet helemaal met je, ik ben wel met je eens, maar ik ben iets minder somber. Omdat ik dan, even voorzichtig zijn, ik vraag aan mijn inlandse vrienden, hoeveel niet-inlandse vrienden heb je binnen je vriendenkring? En dat doe ik echt bewust. En als ze geen hebben, en ik maak wel een grapje over, maar dat bedoel ik echt bloedserieus. Ik zeg, zoek er even een halve Turk, een halve Marokkaan, een halve Surinamer. In je vriendenkring en maak hem tot gewoon je vriend. En het is heel plastisch, het is heel simpel. Maar ik geloof echt, als we daarin een halve Turk, een halve Marokkaan, een halve Surinamer tot je vriendenclub neemt, dat je anders tegen een samenleving gaat aankijken. Het is niet mijn politicus, hoe heet hij ook weer, Segers van de ChristenUnie. Hij is de enige politicus die zich daadwerkelijk, om het weer als metafoor te gebruiken, die zich daadwerkelijk uitgesproken heeft over de Zwarte Piet. Ik wil het niet over de Zwarte Piet hebben, maar precies zoals jij dat zegt. Is dus dat je soms moet durven om de dingen te kunnen zeggen en soms moet durven om een statement te maken. En dan moeten we ook leren wat in onze geschiedenis gebeurd is. Ik zeg ook altijd, er zijn twee dingen, de slavernij en de holocaust is onze Achillespees in onze Nederlandse samenleving. Het moment dat je daarmee aankomt, schrikt men. Het is gewoon zo. Maar het is niet alleen maar in onze huidige samenleving zo. Het is ook in de wereld is dat onze Achillespees. Maar dat wil nog niet zeggen dat je die halve Turk of die halve Surinamer, Marokkaan of Eritreer of Iranier tot je vriendenclub neemt of je tot je vrienden maakt of noem maar op, dat je daarmee iets simpeler, soepeler, noem maar op, of solidariteit, dat zegt hij niet, maar het maakt wel iets uit. Het betekent ook dus dat je anders naar die samenleving gaat aankijken of als je een halve homo, whatever, kijk je toch tegen die andere samenleving aan. Toen een Segers zei van, goh, ik wil hebben, heeft hij zijn standpunt gemaakt over Zwarte Piet, waarop hij zei, ik heb het ook toen gevierd. Jullie hebben het vast wel gehoord bij Radio 1. En toen zei hij van, ik heb een zwarte politica in zijn club. En ik weet wie het is. Volgens mij is het die Antilliaanse Balootje. Die hem toen een keer gezegd heeft van, ik word het zo moe van. Rond deze periode word ik altijd mee gepest.
En toen hij begreep het allemaal niet, omdat hij geen flauw benul had. En toen zij haar dat, hem dat vertelde, en toen viel een kwartje. En dat deed hem zeer. Natuurlijk is hij christen, ik ook. Wij allemaal hier. Ik niet, hoor. Ja. Weet je dat zeker? Ik ben in de Japanse Mohammedaan. Wat denk je zelf? Je vaats me aan inderdaad. Oké. Ja. Ja, natuurlijk. En toen hij dus dat zei, toen deed hem ook echt zeer. En toen realiseerde hij zich dat van, dat kan niet meer. Dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen van, wellicht kunnen we dat doen. Dus ik ben niet zo pessimistisch. Ja, wat je eigenlijk zegt is dat door die empathie, door de liefde heen. Ja, door de liefde heen, ook. Door de empathie. Maar zelfs die dingen kunnen mij ook gewoon heel... Ik was gisteren in Londen en zat ik in een heel fijn restaurant. Lekkere cocktails te drinken. Ah, zo lekker. Anyway, ik was daar en ik word gewoon heel verdrietig van dit soort dingen. Ik zag twee jongens achter mij en die waren heel duidelijk op een date met z'n tweeën. En ze waren heel lief. En zaten ze een beetje handjes vast te houden en zo. En op het laatst gingen ze kussen met elkaar. En dat was heel leuk. En toen gingen ze weg. En ik zat naar ze te kijken. En ik dacht, ik vond ze heel knap ook allebei trouwens. Dus ik had ook zoiets van, nou, wat fijn. En toen tegelijkertijd voelde ik van, dit zie je bijna nooit. Dat mensen in het openbaar van hetzelfde geslacht al handen durven vast te houden. En vervolgens daarna gewoon kleine kusjes kunnen geven. Zoals heteroseksuele stellen all the time doen. Ja. En ik moest gewoon, de tranen sprongen me in de ogen van dat, door dat ene exact. Feit. Dat mensen zelfs, dat zelfs de liefde aanleiding geeft in onze samenleving tot haat. Ik vind dat soort dingen, dat soort kleine observaties, dat maakt me zo... Nou, het zijn geen... Dat soort gegevens in onze society, daar word ik ongelooflijk verdrietig van. Omdat ik er echt, als ik dat over de LGBTQ community nadenk en over de uitdagingen die zij nog hebben. Dat ik denk, als de liefde al niet genoeg is om empathisch te zijn naar elkaar toe. We're lost, sorry. Weet je, als je niet eens kan toestaan dat... Twee mensen van elkaar houden, ongeacht hoe ze eruit zien, wat voor geslacht ze zijn. Of, ja, dan kunnen wij met z'n allen bruin en wit en geel en moslim en whatever the hell, kunnen het gewoon inpakken. Weet je wel, dat denk ik dus. Ja, maar misschien ben ik ook een pessimist. Nou, we mogen ook een beetje pessimistisch zijn en we mogen ook een beetje optimistisch zijn. Je moet niet naïef zijn. Ik vind ook niet dat we sociaal naïef moeten zijn om een... Wat we vroeger hadden, ik heb het niet gezien, dat wist ik niet. Ik vind niet dat we dat meer moeten, dat kan niet meer. Dat is 2018, dat moet niet. Ik vroeg me af of er mensen in de zaal zijn trouwens. Want ik was best wel geïntrigeerd door de man die ik interviewde, was voor de correspondent. Ik ben een stuk aan het schrijven over Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en hun aandeel in het opbouwen van Nederland in de jaren 70. En in die functie sprak ik dus die Marokkaanse meneer en die was er echt heel erg van overtuigd, heel uitgesproken erover, dat het in het activisme van nu ontbreekt aan solidariteit. En ik ben heel erg benieuwd of er mensen zijn in de zaal die daar ervaring of daar mening over hebben. Of zij dat ook zo zien, want ik schrok best wel daarvan, omdat ik meteen wel voelde van, dat zou best wel zwaar kunnen zijn. Ik hoor daar al een yes, dus ik ga naar u toe. Wie bent u en wilt u daarop reageren? Ik ben Antonia Leibert, ik ben celliste, ik ben docent Engels en ik woon al 42 jaar in Nederland en ik woon en werk tussen Nederland en Curaçao, punt. Ik was heel blij met de observatie van Karin over dat gebrek aan solidariteit tussen allerlei belangengroepen. Heel toevallig was ik vorige week bij een expositie van een Haitiaans-Antilliaanse kunstenaar, gay. En ik noemde, we belanden in de Zwarte Pieten-discussie. En ik merkte toen op dat ik bij die groep, die belangengroep, die actiegroep, die activisten, dat gebrek aan solidariteit ervaarde. Ik zei, toen ik iets het pleidooi van Barack Obama voor same-sex marriages op Facebook plaatste,
kreeg ik uit die hoek, waar ik ook heel dichtbij sta, de activisten van, tegen Zwarte Piet, kreeg ik uit die hoek niets, 0-0-0 reactie. En dat is iets wat ik gewoon heel erg van dichtbij steeds weer, waar ik mij bewust van ben en merk van, je hoort niets van solidariteit met de gaybeweging uit die hoek. Dus ik herkende dat heel erg in wat jij net aankaartte, Karin. En jij stelde de vraag aan Karin van, wat zou een eerste stap kunnen zijn? Ik denk dat een eerste stap is, dat bestaat uit verschillende punten, denk ik, substappen ook, bereid zijn erover te praten, bereid zijn vanuit die groepen om toe te geven dat ze moeite hebben met twee mensen van hetzelfde geslacht die van elkaar houden en de liefde of alles wat daarbij hoort met elkaar doen, dat ze daar moeite mee hebben. Dat ze dat uitspreken, ook mensen die in de reggae-beweging, Rastafari-beweging actief zijn en ook gelieerd zijn aan deze anti-Zwarte Pieten-activistengroep, activistische groep, die komen daar niet echt vooruit. Je weet dat ze er tegen zijn, omdat ze die hele Rastafari, dat hele gedachtengoed aanhangen. Een eerste stap ervoor uit durven komen. En ook hen openlijk durven bevragen van, zeg eens, jullie zijn anti-Zwarte Piet en wij zijn het met jullie eens. Ik heb een vrouw, ik ben zwart, ik ben ook anti-Zwarte Piet inmiddels. Maar jullie voeren mijn strijd niet. Jullie hebben moeite met mij. Jullie hebben moeite met twee mannen, twee zwarte mannen, twee witte mannen. Jullie hebben daar moeite mee. Dus ik denk dat wij ook de samenleving, de kritische samenleving, wij die hier in de zaal zitten, ook het lef moeten hebben om deze groepen te bevragen. Hey, but what do you think about me? What do you think about my friends? En dan vooral misschien ook binnen de eigen community, zomaar zeggen. Want we kunnen heel veel kritiek hebben op hoe witte Nederlanders de discussie voeren. Over discriminatie of over het koloniale verleden en zo. Maar ik heb heel vaak ook tegen journalisten gezegd van, vraag mij niet hoe jullie met moeilijke onderwerpen om te gaan. It's on you, weet je. Ik bedoel, racisme is een wit probleem. Dus dat is een beetje wat ik zeg. Ik ben er wel een beetje over uitgesproken. Dus als jullie nadenken over hoe lossen we dit nou op in de samenleving, dan heb ik wel zoiets van, kijk als witte mensen onder elkaar, van hoezo laten we Zwarte Piet niet los? Of hoezo is het zo ver kunnen komen dat anno 2018 er nog steeds zoveel racisme in de wereld is? En ik denk wat die homorechten betreft, inderdaad, dat zouden wij in onze eigen community ook gewoon dat moeten bevragen. Weet je wat ze ook zeggen? You can be pro-black and anti-gay. Als ik in de Surinaamse gemeenschap is het heel moeilijk om over homoseksualiteit te praten. Dan ga ik dan niet aan andere mensen overlaten om dat probleem op te lossen. Als ze hier in Nederland veel verder zijn in dat gesprek, dan zouden er geen witte homoactivisten moeten zijn die de Surinamers doen. Moeten wij ook zelf aankaarten. Ik zie twee handen daar. Ik zag hier ook een hand. Ik hou hem vast. Ja, ik wil er nog even een aanvulling op geven. Omdat Jerry Afrije, die natuurlijk heel erg bekende anti-Zwarte Piet activist is, dat die wel degelijk een heel erg grote ally is van de LHBT-gemeenschap. En ook meerdere toespraken heeft gehouden. En hij stond ook dit jaar met de Gay Pride op de boot van Human Rights. En nu was het wel zo dat hij op zijn Facebook, had ik gelezen, daar van, niet van iedereen positieve reacties kreeg vanuit de zwarte gemeenschap. Maar wat ik ook wel terecht vond, is dat mensen vroegen van, ja, maar wat doen die homo's dan voor ons? En het is ook wel zo dat binnen de LHBT-gemeenschap racisme ook echt nog wel een groot probleem is. Dus het is denk ik een probleem waar beide groepen bij elkaar moeten komen en niet de een naar de ander toe zou moeten komen. Dankjewel. Een wederzijdse. Ja. Ja, ik kom maar aan. Oh nee, ik moet hem zelf vasthouden. Dankjewel. U zei net, racisme is een wit probleem. Ik zou willen streven dat racisme gewoon sowieso weg moet, in welke community dan ook. Dus ik weet niet of dat per se alleen dan voor een wit probleem is. Mijn moeder die is half Surinaams. Zij is
van haar drie zusjes het meest wit, zeg maar. En zij heeft een hele moeilijke jeugd gehad, juist in haar Surinaamse familie. Oh. Het was altijd, die bakra die hoort er niet bij. En zij heeft daar eigenlijk daardoor mij ook veel te weinig haar achtergrond verteld over het Suriname. En ik wilde met haar naar Paramaribo, maar dat wil ze nooit, daar wil ze nooit naartoe. Dus. Ga met mij mee dan. Ja. Dus ik zou willen zeggen wat betreft ik ben een beetje zenuwachtig. Dat kan helemaal niet uit. Dat doet goed. Solidair zijn door te zeggen racisme moet all over uitgebannen worden en niet alleen vanuit een tuurlijk. Maar er zijn mensen die je zou kunnen argumenteren dat de omvang van racisme, dus in de manier waarop het tot een soort systeem verheven is, dat wel echt door witte mensen in stand gehouden, gebracht is en gehouden wordt. En dat bedoel ik met het is. En ook als je het hebt over de manier waarop, hoe noemen ze dat in het Engels debat, colorism, denk ik. Hoe er wordt gedacht over hoe bruin je bent, de mate van. Ook dat heeft natuurlijk een historische achtergrond. En ik bedoel meer van. Ik ben een beetje moe van het nadenken over meedenken over hoe een westerse samenleving met zijn gekleurde onderdelen om moet gaan. Terwijl het iets is van, kijk, ik leg minder drempels neer voor mijn zwarte medemens of voor mijn bruine medemens dan de witte samenleving dat doet ofzo. Snap je een beetje wat ik bedoel? En natuurlijk, we zijn mensen, we maken onderscheid. Suriname, alsjeblieft, it's all over the place. Alleen het machtsverschil is anders. En dat element, dat mag je nooit vergeten. Snap je wel? Dus dat bedoel ik meer van, it's none of my business. Ik heb hier een hand, dacht ik. Zij had eerder een hand. Oké, dan kom ik eerst naar haar. eigenlijk was het een tijdje geleden. Ik denk ook zeg maar dat in de beweging, antiracisme beweging zelf, voel ik soms niet zoveel solidariteit. Ik liep stagiaire tijdens, bij Wit is ook een kleur, van Sunny Bergman. En daar was veel kritiek op dat zij als witte vrouw dat niet had mogen maken. En toen werd er op Twitter ook gezegd van, daar hebben waarschijnlijk alleen maar witte mensen aan die film meegewerkt. Toen werd er ook een foto van mij op Twitter neergezet. En toen zei iemand van nee hoor, want voor Vice waren we geïnterviewd. En toen had iemand daaronder gezet van, ja, maar zij kent haar eigen blackness niet. En dan denk ik, dat is geen solidariteit. Mm. En dat is ook geen empathie, want je kent mij niet. En hoe kom je erbij, zeg maar? Bel me anders op of zo. Dus ik denk ook dat daar wel. Ik vind best dat je kritiek mag hebben, maar aan de andere kant denk ik van, het is gewoon, laat iedereen over de hele lengte, zeg maar, het activisme uitvoeren op zijn eigen manier. Ja, ben ik helemaal met je eens. Een oude kennis van mij, die is een van de oudste, eerste activisten eigenlijk hier in Amsterdam geweest. Zwarte activist, zou ik zeggen. En hij heeft ooit tegen mij gezegd dat zijn woorden waren, we hebben soldaten op alle vlakken nodig. En dat is precies wat het is. Sommige mensen verbranden boeken omdat het woord neger erin staat. En daar kan je van alles van vinden. Andere mensen die doen het op een zachtere manier. Een minder melodramatische manier. Weet je wel? En ik vind het heel fijn om te horen. En dan, daar moest ik dus ook aan denken. Dat ik denk dat die vorige generatie veel meer dat solidariteitsgevoel in zich had. Want ik vind het heel vreemd inderdaad om te zien in de activistische bewegingen dat mensen elkaar gaan afvallen. In het openbaar ook. Weet je wel? Dat er gewoon in kranten heel kritisch wordt gesproken van de ene activist naar een andere stroomactivist. Ik denk van alsof we al niet genoeg weerstand hebben zoals het is. Weet je wel, ik vind best, je hoeft het echt niet met elkaar eens te zijn. Maar dat zou je dan als het ware onderling een beetje met elkaar moeten bevechten. Maar ja, die ben ik. Oké, ik heb nog een korte vraag en dan heb ik er nog ruimte voor één vraag. En dan. Maar hebben jullie enig idee waarom dat in deze tijd zo is? Nou ja, ik weet niet. Ik vind het wel fascinerend omdat je ook zou kunnen zeggen dat we veel dat de cultuur nu veel individualistischer is dan een generatie geleden. Ik denk dat daar ook wel een soort van klein kerntje in zit waar het misschien uit kan ontspruiten, maar dat weet ik niet. Ik heb er geen onderzoek over gelezen of zo.
Ik wilde wel een opmerking maken over solidariteit en het verschil tussen de eerste antiracisme golf en de tweede antiracisme golf. De tweede antiracisme golf, dit is de golf die we nu hebben. Dit is niet vanuit mezelf, maar ik had een gesprek met Gloria Wekker ergens in september. En zij zei, het verschil is, in de eerste antiracisme golf werd het geld vanuit één pot verdeeld. Dus zeg maar, de verschillende organisaties kregen één pot en dan konden ze zeg maar, het geld verdelen en dingen organiseren. Het verschil is nu dat het geld vanuit verschillende potjes wordt gedeeld. Dus elke onderdeel moet als het ware strijden voor geld. En nog een ander punt wat ze aankaarten is dat ze zei, toen de eerste antiracisme golf waren meer vrouwen de leiding. En nu is het anders. Dus dat nog even om aan te geven als we het hebben over waarom er wel solidariteit is of geen solidariteit. Ik denk dat we ook een soort van, heel veel van de dingen, hoe we met elkaar interacteren, is misschien ook wel gewoon gevolg van beleid. Ja, zou best kunnen. Dank. Ik heb er ook wel eens iets over gehoord inderdaad. Dat er vroeger meer grote potjes, maar volgens mij zijn er nu helemaal niet zoveel potjes te verdelen. Voordat mensen op de podcast mee zitten te kijken, we zien ze zitten van ons belastinggeld. Want voor de mensen die ik ken, die krijgen echt geen geld hoor, om dingen te ontwikkelen. Maar is Gloria Wekker ook niet, was het in die tijd ook niet meer een academische stroming van denkers over burgerrechten, over vrouwen, wat meer intersectioneel? Nee? Okay. Nee, maar je heeft wel gelijk. De eerste stroming, dat waren van Gloria Wekker, Astrid Roemer. Philomena Esset. Philomena Esset, de Indonesische dame, ben even de naam kwijt, van 92. Ja, pardon? Exact, dat waren echt de hele fanatieke intellectuele zwarte vrouwen. En als ik zwarte vrouwen bedoel ik niet alleen maar mijn soort mens, maar ook daadwerkelijk ook uit de Oost, bedoel ik. Dat zwart bedoel ik dan meer uit zijn, zeg maar, politieke. Dus ik bedoel het niet alleen maar voor mij. Maar je hebt helemaal gelijk, het waren die zwarte intellectuele vrouwen die daadwerkelijk op de barricade gingen en daadwerkelijk ook erover geschreven hebben. Met name ook Astrid Roemer, die daadwerkelijk daarover geschreven heeft. En natuurlijk later kwam Cairo, Edgar Cairo bij en natuurlijk ook die Antilliaanse schrijvers. Maar dat waren hele fanatieke vrouwen die dat ook deden. En ze waren ook niet afhankelijk van geld. En later kwam dat potje erbij. Dus ik weet ook niet hoe dat komt, of dat geld in de ene hand de Bijbel, je weet hoe dat gaat. I don't know. Ik was je bijna vergeten. Ik hou hem vast. Ik wil wel wat zeggen, maar ik kan het niet genoeg specificeren. Ik denk dat geld is macht en zo. De mensen met geld, die hebben macht. Geld is macht. Zolang wij niet kunnen delen, niet kunnen, niet willen, zullen dingen zo blijven. Ik denk ook, het is ook verdeel en heers, weet je wel. Identiteiten, iedereen denkt dat die daar en daar is, dat daar en daar vandaan komt. Maar sommige mensen die komen van heel veel plekken eigenlijk vandaan. Dus dan is dat eigenlijk een moeilijke vraag van, hey, waar kom je vandaan? Ik kom overal vandaan, weet je wel. Dus misschien is mijn identiteit ben ik helemaal niemand? Of zijn we allemaal eigenlijk helemaal niemand? Zijn we gewoon mensen, weet je wel? Moeten we daar niet mee beginnen? Stomme vraag is dit, hè? Nee, dat is helemaal geen vraag. Maar ik vind het een mooi ideaal. Ik had vandaag met mijn beste vriendin afgesproken om die vraag van waar kom jij vandaan te beantwoorden met. Nou, die moet ik even inleiden, anders snappen jullie er niks van. Mijn jongste kind heeft een abonnement op de Donald Duck. En eens in de zoveel tijd gaat Dagobert Duck naar een ver land. En in de Donald Duck heet dat Boelpoenistan. Boelpoenistan. Ik heb mijn beste vrienden. Poenie is vagina, jongens. En boel is. Ja. Dus, wat bouleur, echt, hè? Dus ik heb de volgende keer als iemand je vraagt waar kom je vandaan, dan ga ik antwoorden. Dan zeg ik, ik kom uit Boelpoenistan. Gewoon voor de fuck of it. En dat is ook zo van die versplinterde identiteit. En denk je als maker van een heel groot stripblad, wat door heel veel kinderen nog steeds wordt gelezen, een iconisch blad, Donald Duck, wat enorm met zijn tijd meegaat. Want Dagobert Duck appt met Donald Duck op het moment dat hij is geland daar. En dan zegt hij, ik ben geland in Boelpoenistan. En dan antwoordt Donald Duck, is het daar ook zo warm? Oké, maar dan denk je dus... Sorry, ik ga nog steeds helemaal dood van... Maar dan denk je dus als maker van zo'n groot blad van dat je enorm met je tijd meegaat.
Maar je bent nog steeds niet daar, snap je wel? Want de ontwikkelingen gaan zo snel en er zijn zoveel kids. Mijn kind komt elke keer naar me toe. Mama, het staat er weer. Boelpoenistan. Weet je, en je bent dus als je kan, je loopt ook de hele tijd achter de feiten aan. En dat wil ik maar zeggen, qua identiteit. Voor een land, voor een samenleving. Het is zo in hoog tempo aan het veranderen. Het is gewoon eigenlijk niet bij te houden. Dan maar lachen. En voordat we gaan afronden, gaan we nog één keer luisteren naar Orkater Sirdoek, Dionne Verwij, Francesca Vigel en Gary Mendes. Geef ze een warm applaus. En... ik ga te snel, want ik moet jullie ook nog vragen. Jullie gaan nog een keertje spelen in reprise, binnenkort. Wanneer en waar? En als mensen nu denken, ik wil daar heel graag naartoe, wat moeten ze dan doen? het heet Sir Doek met sir.doek en dan laagstreepje. Doek gewoon. Maar wij mogen inderdaad met de voorstelling Hatta en de Kom in de reprise. En omdat het gemaakt is met het thema rondom het thema Tweede Wereldoorlog en verzet. Verzetstrijders, dus Anton de Kom en vrijheidsstrijder Mohammed Hatta, spelen we rond 4 mei. Dat begint ongeveer rond 20 april en het eindigt ergens 10 mei, maar veelal in de grote steden. Dus hou ons gewoon in de gaten. Zeker via www.orkater.nl. Staat gewoon daar. En dan kan je onze speellijst zien. We hebben andere producties. Maar als het echt gaat over deze voorstelling, Hatta en de Kom, dan kan je dat ook vinden. Toch? Heb ik het goed gezegd? Je hebt het goed gezegd. Ja. All right. Dankjewel sowieso voor het uitnodigen. Ik heb veel geleerd. Wij dachten dat we alles wisten. Dat is niet waar. Maar nee, dat is ook echt niet. Wij dachten dat niet. Maar het is wel fijn om een voller gesprek... Waarom zeg ik dit? Omdat ik dat nodig vind. Om een voller gesprek te hebben. En ieder zijn eigen manier van activisme. En soms is het inderdaad heel hard en soms is het heel zacht. En wij voelen ons geen activisten. Maar soms als je kunst maakt vanuit de wereld van nu... dan heeft het meestal te maken met iets waar je je mee bezighoudt. En dan maken wij zoiets en dan merken we toch dat we ergens stiekem toch iets activistisch erin gooien. Terwijl dat niet de bedoeling was, maar meer voor informatie. Maar ergens voelen we wel de strijd en de noodzaak om informatie te verschaffen waarvan wij denken dat die nog mist in het algemene brein van de inlanders en de niet-inlanders. Want ook geleerd. Hashtag inlanders en niet-inlanders. Wat ook gewoon noodzakelijk is. Dus dankjewel. Oh, ik had het alleen niet gekoppeld. Ik zal hashtag inlanders. Dat is een heel goed woord, hoor. Ja, we nemen hem mee. Ja. Voordat we het laatste liedje spelen, wil ik iedereen verzoeken, tenzij die aan het filmen is, zijn telefoon weg te zetten. Want het is ook, terwijl de dames aan het praten zijn, het komt een beetje vervelend over, zeg maar. Dus, you know, please respect the speakers, the artists, whatnot. Voor de rest... All good. All right. Yes. Ook activistisch, maar... Anders. Nee, liever niet, nee. We zijn toegekomen aan het derde stuk van Sir Doek, wat we met jullie willen delen. En we hebben gekozen om het slotlied van onze voorstelling met jullie te delen. En tijdens deze voorstelling, Hatta en de Kom, ontdekten Dionne en ik zoveel over waar wij vandaan ouders, door gesprekken met vreemde mensen, door het lezen van geschiedenisboeken die onbekend zijn, die in het klassieke curriculum zitten. En terwijl we op een gegeven moment door de grachten vaarden met Jennifer Tosh op een Black Heritage Tour en zoveel leerden over de straatnamen en de grachtenpanden en al die verhalen die eigenlijk niet bekend zijn en wel zouden moeten zijn, keken Dionne en ik elkaar aan en we realiseerden hoeveel we met elkaar gemeen hebben.
Rechts heb je het Tropenmuseum, links al het Javaplein. Eenmaal in Molukkenstraat, richting Piet Heinkenhof. Door naar de Saatzienenwijk, vaar over zeehelden. Hey, chill op mijn fiets, door de straten van Amsterdam. Soms vertaal ik een eigen stad, ook al kom ik van ver. Kan ik duidelijk naar mijn vleugels uit, ik voel me vrij in Nederland strijd. Over de grachten, hand in hand vechten in vrije gedachten. Gedrachten bij elkaar, in het midden op de dam, ik zie mijn lot genoeg. Hey, hoge panden met gevels die werken als spiegels. Als je goed kijkt, ja, je ziet wie de dief is. Toch voel ik me wel maar blij dat aan het bos en onder mij. Amsterdam, dat is die drie keer X. Aan het einde van de moon doe nog niet bij X. Want dan over in het noorden, hoger dan de bot, zijn we allemaal niks. Vanaf de Plantage buurt, over de Mauritskade. Rechts uit de Tropenmuseum en links op het Java. U heeft al een heel warm applaus gegeven, maar ik ga u vragen om dat nog een keer te doen. Ook voor Karen de Watmoekering en Cindy Kersenborn. En voor Kator Surduk natuurlijk. Het was een iets wat andere avond dan ik u van tevoren beloofd had. Maar ik hoop dat u een goede avond heeft gehad. En laten we nu maar iets gaan drinken aan de bar. Heel veel dank.